Hello, welcome to this new video from my YouTube channel, Vince. Today is a very special video because Eurovision is starting in 2 weeks. I think it is fun to show my grandma some entries from this year's entry. I will show to her the 10 most potential winners for this year and the most outstanding performance. I will add English subtitles to the video so you know what my grandma is saying in Dutch, but I will be talking in English. I've made this plate, and this means she thinks it's gonna win or do well in the contest, and this means it's gonna participate and just do alright in the competition. So before I begin with the video, did you already see some of the songs from this year? Ja, ja, ik heb Nederland gezien natuurlijk. Ja, yeah, heb je nog andere gezien? Weinig van gezien. Well, that's good because we're gonna show now the 10 most outstanding performances from this year. The countries that I'm gonna show are the Netherlands, Greece, Azerbaijan, Sweden, Malta, France, San Marino, Finland, Cyprus and Switzerland. So let's start with the you can say if you like something. Yeah. Ik vind het een mooie show wat hij neerzet. Knappe man uit Nederland. En dus je vindt hem er mooi uitzien en knap wat hij doet. Ja, en knap wat hij doet. Alleen, het liedje moet ik nog zien of dat doordringt bij al die andere buitenlandse liedjes. So she thinks, voor Nederland is het misschien moeilijk dat te accepteren. Het is een ander liedje van Nederland, denk ik, dan wat ze eerder hebben gestuurd. Ja, inderdaad, ja. Maar we gaan het zien hoe het op het podium... Ja, inderdaad. De show is geweldig, hij ziet er leuk uit, het is een leuke man. Alleen, de taal, hè. Suriname. Hij komt op voor Nederland en dan denk ik, Suriname hoort wel bij Nederland, maar... Had je het dan leuker gevonden als je in het Nederlands had gezongen? Ja, dat had ik leuker gevonden. Ja. Dan hadden we het kunnen begrijpen wat hij zong. Juist, hebt hij het wel uitgelegd op de televisie. Maar dat, als je op het moment dat je kijkt... Dan weet je het ook niet wat hij zong. Is het eigenlijk, jammer. Ja, precies. Ze breken me niet, dat is het de eerste. Je kan me niet breken. Ja. En dat herhaalt hij heel veel. Dat weet je goed, dat weet je goed. Ja. Oké. Okay. Do you think he can win like Duncan did? Dat denk ik eigenlijk eerlijk gezegd niet. Dat zou wel een hele grote meevaller zijn. Ja, zou grappig zijn, maar... Ja, het zou fijn zijn, ja. Ik denk het ook niet. Ik gun het hem van harte, hoor. Ja. Do you think he's gonna win? Or do you think he's not gonna win? Oh, yes. Oké, 3, 2, 1. I think he's not gonna win. Do you think it's... I think so. Yeah, English. Okay. Let's move on to the next country, it's Greece. A fun fact about Greece. Greece is sending a girl that is 80 years old and she's half Dutch, she's half Greek. So actually we have this year two artists that are competing with Dutch roots. So let's listen to the Greek entry, Last Dance for Stefania. That's Stefania, the girl. Fire. What do you think of this song? It's a good... Oh nee. Mag in Nederlands? Ja. Ik vind het een mooi liedje. Ja. Ze zingt goed. Heel goed. Mm-hmm. Ziet er ook leuk uit. Beetje Griekse stijl. Iets meer kans, denk ik. Ja. Toch wel. Denk ik ook. Ja. Beetje swingend, een beetje pop. Dat vinden mensen wat leuk. En ze doet het vrijwel allemaal alleen. And do you think she can win? Or do you think she's not gonna win? Yeah, Greece gets the heart. To stay in Dutch vibe, we're gonna listen to Azerbaijan because the Azerbaijan song is produced by a Dutch team. So I think it's fun to show the Azerbaijan entry as well. And I think Azerbaijan will do very well. So let's listen to Effendi with the song Mata Hari. Would you fall for me now? She's like Cleopatra, the army of lovers. Thank you.
Does this song give you the Eurovision vibes? Ik vind dat niet zo geweldig. Nee? Nee. Beetje heel westers klinken? Ja, nee. Ik vind het... Ik vind het niet zo'n leuke... Niet jouw muziek misschien. Hè? Niet jouw muziek misschien, nee. Maar je... Nee. Als je 1 tot 10 hebt, hoeveel zou je het dan geven? Het liedje? Een 7. Ja. Een 7 voor Azerbaijan. And do you think it's gonna win or not gonna win? And not gonna win. I don't think it's gonna win as well. Alta? Zweden. Oh ja, die hebben altijd een goed. Ja, dat mag je zo meteen ook zeggen. Dat mag je zo ook zeggen. The next song I want to show you is from Sweden. Tisibo represents Sweden with the song Voices. I think it's fun to show her this entry as well because Sweden is my winner this year. So let's listen to the Swedish entry Voices by Tisa. Ja, dit ziet er goed uit. Ja? Is all live. Mooie show, goede zangeres. Het is een man, hè? Een man. Oh, ja, u dacht dat dit. Kiep dat er maar uit. Ja. Het is een knap iemand, ja. So, what do you think of the Swedish entry? You just said before this video, Sweden always sends a nice entry. Ja, Zweden is meestal wel heel goed, vind ik deze keer ook. Ja. Ziet er heel verzorgd uit. Het leek net op een videoclip, maar dat is allemaal waar. Ja. En wat vond je van zijn outfits? Vond je dat er leuk uitzien? Helemaal goed. Niet overdreven, maar heel leuk. Een stijl. Ja, stijlvol. En wat denk je, is het een winnaar of een niet een winnaar? Een winnaar? Nou, wie weet, van Zweden. Dus, denk ik wel hoor. From going to my winner, we go to the Eurovision odds winner Malta. So far, Malta's first place in the odds. Destiny has won the Junior Eurovision back in 2015 for Malta. And now it's finally her time to shine on the Eurovision stage. So here's Malta's entry, Je me guess. Dat, ja. Ja. Wou je zeggen. Malta. Ja. Do you agree this is the favorite to win Eurovision? Or do you think it's not like that at first? Nee, dat denk ik. Winnen denk ik niet. Nee. Het is wel een heel spektakel. Maar nee, ik denk niet dat ze hebben een goede stem. But I think it can win, but I don't know. Let's see the next one, because I think that one is gonna win, but let's see. Let's listen to the entry from Frans Valla by Barbara Pravi. I personally think this is going to be the winner for this year, but let's wait till the moment. Here is Frans Valla. Dit is Frankrijk. So this was the first non-English song, this was in French. And what do you think about the French song? Vrolijk liedje. Ja. Heel, ze zingt mooi. Ik denk dat hij wel een kans zou kunnen maken. Stan, it means this for France. Ja. Ik hou niet zo van liedjes waar ze met drie woorden, net zoals McCroy doet. Ja. En weet je wel, eigenlijk steeds hetzelfde herhalen. Ja. Maar dit in deze tijd... Is dit een heel vrolijk lied ook? En ik denk eigenlijk dat het een beetje... Een mooie vrouw. Ouderwets songfestivalliedje. Niet dat echt... Weet ik niet. Oh, het klinkt een beetje van vroeger. Ja, dat zou kunnen. Meer van... Die taal verandert natuurlijk niet, hè? Nee, maar gewoon... Nee. Het klinkt een beetje wat anders dan voor Frankrijk. Maar je vindt het wel een leuk lied, of niet? Ja. Is het je favoriete tot nu toe die je hebt gehoord? Of vind je nog een ander leuker net? Ik denk dat ik dit
de favoriet tot nog toe vind. From Volau, we go to a small country, San Marino, but with a lot of support from the Eurovision fans. This is Sandy with the song Adrenalina for San Marino. Paarden. Mooi, hè? Ja. Wat vind je ervan? Vond je het niks? Of het is... Jawel, ik vond het mooi. Ja? Ik vond het wel mooi. En als een paard in? Ja, een romantisch paardje. Ja. Denk je dat het naar de finale kan gaan? Of... Ja, ze maakt een kans. Ja. Misschien maakt ze wel een kans voor San Marino. Wat score wil je give this? Een 8. Een 8%, dat kon ik het al even. Dat is hoog, hè? Ja, dat is goed. Je vond het wel. Nou, leuk. Mooie show. Okay, little warning. This song is a bit different than the other songs. Finland likes to send rock songs to the competition. This is Blind Channel from Finland with the song Dark Side. So here is Finland. Oké, ik ben heel benieuwd, wat vond je van dit? Ik vond wel een show hebben. Ja. Niet zo'n leuk liedje vind ik. Heel erg rockerig, en rock and roll. Denk aan een zeventje. Een zeven, voor Finland. Winnen, ja. Dat is wat anders. Winnen. Dat vind ik een moeilijke. Een zeven kan je niet winnen, nee. Natuurlijk. Voor Finland. Oké. The second last song comes for Cyprus. Cyprus is sending the song El Diablo. Personally, it's one of my favorites, that's why I want to show this song as well. So this is a Cyprus song, El Diablo. Het eerlijk gezegd matig. Matig? Ja. Okay. Ik vind dat ze zoveel, ook maar drie woorden in het liedje hebt. En die clip, wat vond je daarvan? Vond je dat beter kunnen? Die show vond ik wel aardig, ja. Die vond ik wel, dat had ze wel de beste op gedaan, zeker. Ja. Maar het liedje zelf vind je gewoon een beetje te simpel. Ja, de herhaling van dezelfde woorden. El Diablo, El Diablo. Ja. En wat zou je het dan geven? 1 tot 10 dan? Ja, een 7. Een 7, alsnog een 7 dan. Weinig anders. Maar je denkt niet dat het dan gaat winnen? Nee. No. For Cyprus, it's not a winning song. We gaan naar de laatste, dat is... Is het de laatste song? Dus hij zingt het liedje, dat heet Toet Univers. Ik weet niet precies wat het betekent. Toet Univers? Toet Univers. It's time for the last song, it's Switzerland. Switzerland is sending the artist John Tears. And he's going to sing in French, the song Toet Univers. So let's see the Swiss entry. Mooie natuur. Oh, de rechter. Dat is hij. Oh, het is een man. Ja. Hoge noot. Oh. Hij pakt zichzelf op. Oh jee. Okay, is dat waar? Ja, heel kort stukje van... Maar was hij dat zelf die erop had gehaald? Ja, effecten. This was the last one that I wanted to show you. What do you think of the Swiss entry? Ik vond het eigenlijk... Ik vond het eigenlijk niet zo leuk. Dus wat zou je het geven als je het dan moet een cijfer geven? Een 6. Dus de laagste. Ja, do you think it's gonna win? Verwacht hoor. Nee? Nee. Do you think it's gonna win? Nee. Then it's this time. No, for Switzerland. Hij staat momenteel in de...
top 3 om te gaan winnen. Dus misschien win je echt? Ja. Oh, wat vreselijk. Ja, ik heb er natuurlijk ook maar een heel kort stukje van. Ja, dan... ja, ik vind het dramatisch. Ja, heel emotioneel. Het is wel grappig dat hij zijn eigen adres ja, is. Ja, hoe ze dat hebben gemaakt. Ja, ja. Komt er maar eens op, hè. Misschien is ja. zo'n podium als een auto op zich op. Ja, zou zomaar kunnen, ja. Oké, now you've heard all the songs. What do you think of the songs in overall? Who is your favorite so far you've heard? Wat was het derde liedje nou? Even kijken. Had ik er nog ook een nacht voor gegeven. Azerbeidzjan, dat is met die Cleopatra. Ja, Cleopatra. Ja, zoiets, ja. Ja, ja. Vond je die het leukst? Griekenland met het meisje in Nederland. We hadden Zweden, we hadden Malta, we hadden Frankrijk. San Marino. San Marino, dat ja? was ook gewoon een ja, goeie. San Marino, met die paard. Ja, San Marino. Dat vond ik het beste. Oké, her favorite is San Marino. She gave it an 8. We have to switch the camera because my camera card is full, but I want to say thank you so much for watching this video. I hope you liked it, and I hope you liked it as well. I think you're ready for Eurovision now. So thank you so much for watching this video. Give the video a like and subscribe to my YouTube channel. And I'll see you at the next video. Bye-bye. Bye-bye.